Goedemorgen volgers, daar zijn we dan alweer, op de zaak. Het is nu rond 5:15. We hebben onze kofferbak even volgeladen met open haardhout, want mijn kachel die moet ik ook branden. Ik heb hier mijn opslag van mijn hout. Houtbriketjes, open haard, hout. In combinatie daarvan stook ik mijn speksteenkachel. Dus, nou, kunnen we in 4 dagen vooruit. Ik zie dat het bijna op is, dus we gaan een nieuwe bestellen. Bij een bedrijfje in Nederland, waar ik ze vandaan al. De houtbriketten, gepeste blokken. 10 kilo. 1 pakje plus wat los hout in mijn kacheltje. En ik heb heel de avond warmte, plus andere dagen ook nog. Want speksteen slaat de kachel zijn warmte op. Nou, we gaan verder voor vandaag en we zien wel wat we gaan filmen vandaag allemaal. Iedereen een fijne dag en tot ziens. Goedemiddag volgers, daar zijn we weer. We hebben nu even pauze. Nou, we hebben gisteravond een stukje brand geweest in Oudorp. Daar heb ik foto's van gekregen. Dus die zal ik vandaag in een vlog zetten. Dan heb je ook een beetje een idee van hoe de brand was. Er was een caravan die in de brand was gegaan. Dus ja, die is helemaal afgebrand. Dat is geen oude aan natuurlijk met dat spul. Dus zodoende. Dus dat zullen we vanavond nog even inzetten. Nou, verder is het nog vrij rustig. En, we zitten nu even buiten weer. Er komt nog een scheepje langs. Horizontas. Tanken. Om te zien. Ja, dus nou ja, goed. Verder hebben we niet veel beleefd nog. We zijn hard aan het werk. Ik heb HSB paaltjes gemaakt gisteren, van alles gedaan. Die foto's die zal ik ook nog even toevoegen. Dan heb ik een beetje een idee wat ik doe voor mijn werk. En, dus ik wens iedereen een fijne middag en ik zou zeggen tot vlogs. Goedenavond allemaal. Daar zijn we weer in ons schuurtje. Want we gaan natuurlijk weer verder met onze tuinbank. Uiteraard. Dus, maar we gaan nu, ik heb gisteren alles ontroest. En geschuurd, want dat heb ik niet allemaal opgenomen natuurlijk. Maar, en nu gaan we in het roest grondlak erop zetten. Zo bedoel ik het, ja. Grondlak. Gaan we erop zetten en... Dat is blauw en dat is grondverf en dan wel in de kleur als we het gaan verven. Dus dat scheelt weer en anders komt er weer een kleurverschil in. Dus dat gaan we al doen. Nou, er is natuurlijk vandaag van alles gebeurd. Vanmiddag was er een hele dag, toen zijn ze mee bezig geweest, een vrachtwagen bij de Polderweg. Die moest grind lossen, maar dat ging niet helemaal goed. Die was onderwijs, lag opeens op zijn kant. Nou, het was grind er wel uit voor de helft. Maar dat was niet helemaal de bedoeling, geloof ik. Dus daar zijn ze heel nog mee bezig geweest. En ik heb daar verschillende foto's van gehad. Van de mensen die daar voorbij fietsen op de fiets. En ik dacht van, nou ja, goed, Gerrit is er niet. Dan maken wij al een fotootje voor je. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Dus dat hebben we even, is goed gekomen. Dus die ga ik straks ook nog in de vlog zetten. Dus ik krijg foto's te zien van de brand in Oudorp. En je krijgt foto's te zien van de vrachtwagen die ongeval is. Ja, altijd wel. Interessant natuurlijk. Dus ik heb geen bewegende beelden, maar ik heb alleen foto's. Dus dat is voldoende. Nou ja, van mijn werk heb ik ook nog wat foto's. Daar ga ik al wel bewegende beelden van maken, maar er zit een nadeel aan. Het maakt verschrikkelijke herrie.
Dus ja, als je dat op je computer zit te kijken en het schiet opeens over naar een filmpje. Nou, dit pakket valt van de stok, want zo herrie maakt dat. Dus daarom kan ik het beter maar even bij gewoon foto's houden. En dan gaat het goed komen natuurlijk. Dus nou ja, we gaan nu het tuinbankje weer verder. Gaan we weer mee aan de slag. En tot 8:30 of zoiets, dan doe ik dat. Meestal even een uurtje. En dan kunnen we gewoon weer, kunnen we weer binnen ook wat dingen doen natuurlijk. Want de computer hebben we natuurlijk ook nog. Maar we hebben natuurlijk ook nog alle administratie met 1 en 2. En die schrijven alles op. Ja, ik wil alles weten. Ja, het is niet anders. Zo werkt het, nou, zo werkt het bij mij. Maar... Dus ja, ik moet alles bijhouden. En dat is ook de hobby. Zo werkt dat. Dus, nou, ik ga nu even de spullen in de grondverf zetten. En dan laat ik straks even zien hoe het geworden is. De grondverf dan erop. Dus in ieder geval tot later. Nou, dat is het eerste, hè? Zo blauw gaat hij worden. Daar is dat roest. Dat is helemaal blank gemaakt. En nu gaan we hem omdraaien en dan gaan we de achterkant doen. Beste volgers, we gaan ermee stoppen. We hebben lekker alles lekker in de grondverf gezet, wat roest was. En ja, goed, dat moeten we even te drogen. Dan kunnen we morgenavond kunnen we hem helemaal gaan lakken. Eerste keer. En dan kunnen we volgende week kunnen we het hout gaan doen. Ik kreeg tussendoor nog even een melding tussendoor. Het goud was vandaan, een ambulance melding, maar het bleek om een, waarschijnlijk om een ruzie te gaan. Dus die krijgen we het nog even binnen. En we hebben heel veel berichten binnengekregen over helikopters in de lucht. En dat klopt, dat zijn Chinooks. Die zijn aan het oefenen hier in de regio. We hebben hier een laag vlieggebied. En dan mogen ze oefenen. Dus nou, we gaan het afbouwen. En ik wens iedereen een fijne avond. Bedankt voor het kijken. En vind je het leuk? Abonneer op mijn kanaal. We zitten nu op 220. Langzaam gaan we omhoog, hopen we. En ja, zo niet, dan is het ook leuk. Dan houden we het zo. Maar ik vind het wel leuk als ik een beetje groei. Dus abonneer op mijn kanaal. En dan krijg je altijd, nog een belletje aanklikt. Dan krijg je gelijk alles in één keer goed. Dan ben je helemaal op de hoogte van wat er gebeurt in Hoekswaard en Goeree-Overkee. Okay. Dus ik ga nu zo even een filmpje, alle foto's in de film plakken. Dus foto's van Oudorp komen voorbij. Van de caravanbrand en we krijgen foto's van de vrachtwagen die op zijn kant is gegaan. Op de N217 bij de Polderweg. Daar heb ik ook foto's van en die ga ik ook plaatsen in deze vlog. Dus dan hebben jullie wat te kijken. Bedankt en fijne avond en tot de volgende keer.